Mijn tip is niet zozeer help Charlie, maar help mij om er voor Charlie te zijn. Mijn naam is Romana Vrede. Ik ben acteur, schrijver, theatermaker en documentairemaker. En ik zorg voor Charlie, mijn zoon. Hij is 17 jaar en hij heeft autisme en een verstandelijke beperking. Dat betekent dat hij eigenlijk in alles wel mijn hulp nodig heeft. Ja, de zorg wordt fysiek te zwaar omdat Charlie sterker is dan ik. En als het niet meer gaat, als hij bijvoorbeeld een boze bui heeft, kan ik hem niet meer controleren. Ik doe het al 17 jaar, dus het is onderdeel geworden van wie ik ben als moeder. En dan ineens denk je, oh, ik ben een mantelzorger. Maar ik zie voor me dat Charlie in het midden staat. En dan staan wij, de ouders, daaromheen. En daaromheen staat er een cirkel mensen. Allemaal mensen die wij dan af en toe inzetten om ons te helpen in de ontwikkeling van Charlie. Je kan niet alle ballen in de lucht houden. Je moet af en toe wat ballen laten vallen. En zo be it.